Hey, ik ben Sam en in dit filmpje gaan we weer kijken naar een iPad accessoire review. Dit keer van de Ego Sketch Sleeve. Dit is een sleeve die je zelf kan ontwerpen en kan bestellen. En laten we eerst eens gaan kijken hoe dat ontwerpen werkt. Ja, het ontwerpen van zo'n sketch, of van zo'n hoes, zeg maar, van een Ego Sketch hoes, dat doe je via hun website. Dat is egosketch.com. En daar kun je wat meer informatie zien over dat apparaat. Maar als we dan kijken bij Create Your Own Sleeve, dan komen we op de volgende pagina waar je kan kiezen uit wat informatie of welke formaat je wil. Een ding kost dus 49 euro, ik dacht 49,95. En binnen 1 of 2 dagen geleverd. Nou, dat is, komt overeen met mijn ervaring. Daarna kan je gaan kiezen voor welk formaat cover je wil. Een iPad 2, 3 of 1. Die zijn eigenlijk allemaal ongeveer even groot volgens mij. Misschien is de iPad 1 iets groter, maar die was ook niet groot genoeg om in combinatie met andere spulletjes te gebruiken. Bij mij andere bescherming. Nou, dan open je de editor. Dat is een flash editor of wat dan ook. Daar kan je dus aan het knutselen. Je kan de voor- en de achterkant ontwerpen. En er zijn allemaal van die regels te zien, zeg maar, waar de naden zitten. Die zijn in het rood zichtbaar. Nou, laten we een beetje een oranjerige kleur kiezen. Ik spreek deze tekst later in, dus ik moet een beetje onthouden wat ik heb gedaan. Dus nou goed, we hebben een oranje kleur gekozen. Als achtergrond nemen we een overwinningsschot van iedere EK-wedstrijd die we hebben gewonnen. Dus zijn we meteen klaar. En dan kunnen we wat tekst invoeren. Het kan nog steeds, dus houden we er een beetje vertrouwen in. Ik had ook niet zo heel veel inspiratie voor, voor dit filmpje, dus ik hoop dat je mijn flauwe grap kan waarderen. Nou goed, je kan die teksten erop zetten op de manier waarop je wil. Je kan een kleurtje kiezen, je kan hem draaien, groot zetten. Er zijn 2 of 3 fonts die je kan kiezen om de tekst te laten printen. En dan kan je ook de achterkant kan je dan een ander design nemen. Je zou daar een ander kleurtje kunnen nemen of natuurlijk gewoon dezelfde kleur. Want er zit een optie om het te kopiëren. Dus wil je graag een cover of een sleeve die in balans is en aan twee kanten hetzelfde is, dan biedt Ego Sketch je daar gewoon een optie voor. Zo, nou ja, dus je kan hem wat groter zetten en daarna kan je er een plaatje bij toevoegen. Ik kijk nu eventjes gewoon bij wat standaard spul wat Ego Sketch erin heeft zitten. Je kan je eigen afbeeldingen uploaden zoals wij hebben gedaan met de cover die je in de review zelf ziet. Of met de sleeve die je in de review zelf ziet. Nou, als je helemaal klaar bent en tevreden, dan kan je op het bestelproces drukken en dan kan je het afronden. 49 euro inclusief verzendkosten en dan komt hij naar je toe. Goed, als je dat ding eenmaal hebt ontworpen en besteld, in ons geval was hij vrij snel geleverd. Wat ook in onze review, of in ieder geval in onze aankondiging staat, is dat wij een code hebben gekregen, zodat we er gewoon eentje konden bestellen om het te proberen. Dus dit is een gesponsord product. Wat er belangrijk bij is te zeggen, dat design wat we hadden gemaakt, dit design zeg maar, gewoon als leukigheid, als geinigheid, werd eerst geleverd. Gespiegeld, dus niet echt helemaal de bedoeling. De teksten en zo zijn wel leesbaar, alleen het was niet die overhandschoen die we hadden ontworpen. Nou goed, gewoon gemaild, werd meteen keurig opgelost. Dus geen problemen daarmee verder. Dus als je eenmaal het ontworpen, hou goed in de gaten hoe het eruit ziet. En dan kan je verwachten dat je gewoon het juiste product geleverd krijgt. Hij is verkrijgbaar in 3 maten, zoals je ook in de design stukje kon zien. Wat er handig is bij te zeggen is dat hij eigenlijk in geen een van de 3 formaten past, inclusief smart cover en back cover. Dus moeten we de boel loshalen om het eventjes te demonstreren hoe het werkt. Is wel iets belangrijks om rekening mee te houden natuurlijk, dat hij niet met smart cover werkt of niet met cover werkt. Want sommige mensen vinden dat natuurlijk fijn om wel te gebruiken. Nou ja, eenmaal zonder cover en zonder bescherming is het een prima sleeve. De kwaliteit is redelijk, de stiksels zijn goed verzorgd. Hou wel een beetje rekening mee met als je tekst aan de zijkant wil tijdens het design, dat je goed kijkt waar die omflapt. Wij hebben dat redelijk bekeken en dat is dan ook redelijk mooi eruit gekomen. Het is van een fijn stofje. Ik weet niet, gewoon stof zeg maar. Het voelt redelijk kwalitatief hoogwaardig aan. En de stiksels nogmaals zijn goed verzorgd. En ook de padding, hè, de dikte van de sleeve, ik durf hem wel zo mee te kloten zeg maar. Het is dus wel redelijk stevig. De binnenkant is van een rood, iets steviger materiaal gemaakt. Ik zou niet weten wat hier de naam voor is, maar dat voelt echt heel luxe aan. Het voelt een beetje zoals een luxe herenkussen, zeg maar. Zoals je die op
God, hoe heette die stoelen toch ook alweer? Van die rode leren banken en stoelen. Ik kan er eventjes niet zo snel op komen, maar daar lijkt het wel wat op. Dus dat is in principe goed verzorgd. Nogmaals, ik vind het een redelijk leuk product. Alleen ik vind het jammer dat hij dus niet te gebruiken is in combinatie met andere bescherming. Dat is voor mij altijd wel erg belangrijk. Dat maakt het voor mij een wat minder bruikbare sleeve. Maar voor mensen die gewoon graag een naakte iPad gebruiken en alleen zeggen van nou, als ik hem een keer soms in de tas moet hebben, dan wil ik er nog wel wat extra bescherming bij. Dan is zo'n sleeve als de Ego Sketch erg leuk. Wel wat kostbaar, maar daar krijg je natuurlijk wel voor terug dat je hem in de eigen kleuren, eigen foto, met je eigen tekst en wat dan ook erop kan bestellen. Dat was hem weer. Tot de volgende review op Tablets Magazine. Hou de site en onze YouTube kanaal in de gaten.